Een hele goede middag en welkom, Veerkracht-expertpanel. Wat klinkt dat mooi, want we gaan met 6 mensen praten. 2 topsporters, 2 medewerkers van Friesland Campina en 2 wetenschappers. Maar vandaag zijn jullie allemaal expert, niet alleen de wetenschappers. En waar we over gaan praten, dat is jullie bekend natuurlijk, over veerkracht. In de afgelopen tijd hebben jullie allemaal in interviews aangegeven wat jullie eigenlijk denken dat de definitie van veerkracht is. En is veerkracht iets wat je op kan bouwen? Is dat iets wat kan groeien? En wat is nou precies veerkracht voor iedereen en hoe kan je veerkrachtig worden? En laten we eigenlijk met de eerste beginnen. Groeien door beweging. Beweging is in dit geval letterlijk en figuurlijk. Victor, wetenschapper hier. Ik wil eigenlijk met jou beginnen, als jij hierop wil reageren. Groeien door beweging, dat het een dynamisch proces is, veerkracht. Wat zou jij daar dan over willen zeggen? Nou, natuurlijk. Hè. Kijk, de ene mens is weerbaarder, veerkrachtiger dan de ander. Maar dat kan inderdaad veranderen. En dat verandert vooral door jezelf bloot te stellen aan ervaringen. Ervaringen waar je misschien niet helemaal comfortabel bij voelt, maar die je dan wel overwint. En op het moment dat je ze overwint, ja, dan krijg je in je brein ontstaan er dan natuurlijk ook neurotransmitters als dopamine en zo, die ervoor zorgen dat je daar een positief gevoel bij krijgt van die overwinning. En zo word je stapje voor stapje, daar gaan we natuurlijk straks ook over hebben, sterker, veerkrachtiger, weerbaarder. En dus dat is kijk, wat je wilt vermijden is dat je alle stress die iemand in zijn leven maar kan ervaren vermijdt. Dat rubbertegel idee, dat is natuurlijk precies wat je niet wil. Je moet jezelf, je kinderen trouwens ook, of je omgeving juist wel blootstellen aan, nou ja, risico's zijn misschien nog wel te dragen gevaar. Dat vinden we trouwens vaak ook leuk. Hè? Daarom gaan we natuurlijk naar Griekse films en stoppen we onszelf in een achtbaan. Maar dat is de manier waarop het echt meemaken, dat is de manier waarop je veerkrachtiger en weerbaarder wordt. En ik geloof ook heel erg dat behalve doordat je in beweging bent, je komt dingen tegen die je, zeg maar, dus zelf doet. Dus je stopt jezelf in de achtbaan. Maar er gebeuren ook heel veel dingen in je leven waar je dus geen controle over hebt of helemaal niks over te zeggen. En ik denk dat ook die combinatie van in beweging blijven, dat er dus ook voor zorgt dat je er misschien, nou ja, als je het dus maar vaak genoeg meemaakt, dan word je dus veerkrachtiger. Dus dan, ja, dan bouw je wel iets op. Dus ik geloof dat wel. In beweging blijven, maar dus ook gecontroleerd en ongecontroleerd dingen die op je pad komen, die helpen daar allemaal aan bij. Die balans tussen inderdaad jezelf prikkelen, maar niet te grote uitdagingen aangaan. En een heel concreet voorbeeld is wat mijn coach waarschijnlijk vroeger bewust heeft gedaan, is mij eigenlijk altijd vanaf dat ik begon, dus dan hebben we het over dat ik 6 jaar was, heeft me altijd in een categorie hoger gezet. Dus met dat ik tegen ouderen jongens moest turnen en wedstrijden gaan doen. En ook al had ik het in me om dat ik bij de top van Nederland hoorde. Toen ik 18 jaar was, werd ik voor het eerst Nederlands kampioen. Dus die heeft mij op die manier heel goed weten te prikkelen. Dus een beetje out of my comfort zone waarschijnlijk. Maar wel dat ik die uitdaging elke keer voelde om steeds beter te worden en uiteindelijk wel naar de jongens een keer te verslaan. En te voorkomen dat je op je hele jonge leeftijd al wint en daardoor misschien wel wat gemakzuchtig wordt. Maar juist die uitdagingen goed inschatten. En aan de andere kant kan je daar ook in gaan sturen. Te zeggen, nou ja, in plaats van dat ik afwacht tot het leven iets op mijn pad zet, kan ik ook actief uitdagingen en spannende situaties gaan opzoeken om te kijken hoe adaptief ik daarin ben en hoe veerkrachtig ik ben. Daar wordt mijn vrouw af en toe wel eens een beetje moe van, omdat ik, weet je, altijd alles met iedereen met koeien vergelijk. Maar eigenlijk zijn er heel veel dingen die best wel hout snijden qua vergelijking tussen koeien en mensen. Een koe die is heel veerkrachtig als die maar sterk genoeg is. En als die maar aan al zijn al de wensen maar optimaal zijn. Dus bijvoorbeeld het comfort, het lichtcomfort, het voedingspatroon. Dat moet allemaal optimaal kloppen. En hoe beter dat klopt, hoe beter die bestand is tegen bijvoorbeeld stresssituaties als bijvoorbeeld extreme warmte. En dat is bij sporters natuurlijk net zo. Die zijn beter bestand tegen een tegenslag als ze heel goed in de vel zitten en nou ja, alles verder klopt. Dus die vergelijking die is best wel te maken, denk ik. Het fysieke, het mentale
Dat hangt met elkaar samen. En dus bewegen is inderdaad een belangrijk onderdeel. En dat zie je ook. Recent zijn er ook weer studies verschenen die laten zien dat fysieke activiteit zelfs het immuunsysteem activeert. Dus er zitten allerlei relaties tussen bewegen, ons lichaam en de voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft om uiteindelijk zijn acties te kunnen uitvoeren, om zich te kunnen aanpassen. Dat lichaam dat past zich langzaam aan die prestatie die jij moet leveren. De mentale aspect is ongelooflijk belangrijk, maar ook die voedingselementen zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Want ja, daar moet je niks in de weg zitten en uiteindelijk dat lichaam, dat wordt ook opgebouwd, die spieren worden gevormd vanuit die voedingsstoffen die je tot je neemt.